De voormalige bunker van de bescherming bevolking bij Sportpark Essenberg aan de Rijksstraatweg heeft afgelopen week een metamorfose ondergaan. Verantwoordelijk voor de radicale aanpak is een bataljon van de Genie. De bunker dient al jaren als ontmoetingsplek voor oorlogsveteranen die zijn verenigd in de Bond van Wapenbroeders. De opknapbeurt heeft tot doel meer veteranen lid te laten worden van de Wapenbroeders. Hier stond een groot bos, stond hier bovenop die bunker. Dat is nou helemaal weg, want er stonden ook bomen op. En die dikke bomen, dat waren wel bomen van 50, 60 centimeter. Dat op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook een keer op. Met een stevige storm of zoiets dergelijks, dan hadden we kans dat er wel een boom om kon gaan waaien. En om dat dus te voorkomen, hebben we gezegd, rigoureus aanpakken die handel en alles erboven vanaf. Dus en dat is allemaal gebeurd van de week, door de Genie. Naast de ontbossing van het bunkerdak is ook de toegang tot de bunker flink verbeterd. Onder andere dankzij de aanleg van een grindpad. De mobiliteit van een aantal oorlogsveteranen speelde erbij een grote rol. Veel van hen zijn namelijk moeilijk ter been. De afgelopen winter was het eigenlijk niet te doen om hier dus te komen, want er lag een laag ijs. De mensen die konden eigenlijk niet naar binnen komen. En dat was eigenlijk niet bevattelijk eigenlijk voor mensen met een rollator of een rolstoel of wat dan ook. Dat was echt nodig. De inspanningen van het Geniebataljon dienden echter een hoger doel dan enkel een renovatie van de bunker. Met de renovatie van deze bunker willen we bereiken dat de jonge militairen, de jonge veteranen eigenlijk, ook bij ons komen. Wij bestaan nu nog hoofdzakelijk uit oude veteranen, indiegangers, verzetsmensen, mensen die in Korea hebben gevochten. Maar wij willen graag wel jonge militairen hebben, want vandaag of morgen dan is dus de oude garde uitgestorven en dan is er maar eentje die het licht uit doet en dan staat de bunker leeg. En dat willen wij dus eigenlijk voorkomen om te zorgen dat dus de andere militairen, de jonge veteranen, ook hier terecht kunnen. De Bond van Wapenbroeders komt 4 keer per maand bij elkaar in de bunker.